De huidige situatie in het land is na 3 jaren verkiezingen heel erg ontmoedigend. De regering, die in het begin alle vertrouwen had van het volk, gaat nu de andere kant op. Dit zegt Anisadi, NDP-parlementariër, desgevraagd naar een terugblik op de afgelopen 3 jaar. Ze betwijfelt het dat de regering in staat is haar beleid om te buigen en veranderingen teweeg te brengen. Kortom, het beleid waar steeds aan de andere kant wordt aangegeven dat het een prudent beleid is, ik ga het maatstaven vanuit de praktijk. Weet u, het doet mij pijn als Surinamer, omdat wij allemaal Surinamers zijn. Het is een democratisch gekozen regering. Als het volk vertrouwen heeft in jou, gaat het niet beschamen. Wij zijn allemaal hier. Als het beter gaat met Suriname, met een goed beleid, zullen wij allemaal het ook beter hebben. En mocht het zo zijn dat de verkiezing weer voor de deur staat, het is een democratische zaak. Het volk zal weer het besluit nemen wie aan de macht blijft. Maar wat er nu gebeurt, en ik ga moeten herhalen op alle fronten, noem 1 front dat je zegt, dit kan nog door de beugel. VHP-parlementariër Deel Charmant zegt daarentegen dat de afgelopen 3 jaren wel moeilijk waren met veel uitdagingen. Echter moet rekening mee worden gehouden dat het land is overgenomen met een zeer onstabiele economie. Het was daarom heel moeilijk voor de regering om zaken op rails te krijgen. Op basis hiervan meent hij dat het volk niet ontevreden mag zijn over de prestaties van de regering. In die zin van dat we toch redelijke stappen vooruit hebben gemaakt. Ik denk dat we uit het diepste van het dal al eruit zijn en dat we langzaamaan het beter gaan hebben. Zeker met de laatste ontwikkelingen van de afgelopen weken, waarbij toch schuldherschikking is gekomen en iets meer financiële ademruimtes ontstaan voor de regering. Ik denk dat je dit zeker als een groot succes zou kunnen noemen, omdat dat erg nijpend was en nopend was en verstikkend was voor de samenleving. Nu is die ademruimte gekomen, dus zal die regering meer financiële ruimte hebben voor diepte investeringen in de samenleving. Jammer dat niet altijd alle bewindsvoerders, alle leiders altijd op 1 lijn waren. Ik weet dat de president altijd bezig is geweest met belangen van het land. En heeft overigens altijd gezegd, ik werk niet voor de volgende verkiezing, maar ik werk voor de volgende generatie. En ik hoopte alleen dat alle leiders zo zouden denken binnen de combinatie, binnen de groep. Charmant is zelfs niet ontevreden over de geleverde prestaties. Hij erkent dat de samenleving zware tijden achter de rug heeft, maar gelooft ook dat het langzaam maar zeker uit de zware tijden zal geraken.